Wilders, die zegt premier te willen zijn voor alle Nederlanders. Ik heb nog nooit zo'n grote grap gehoord. Want voorzitter, de heer Wilders heeft bijna 20 jaar lang in dit huis en daarbuiten er alles aan gedaan om een hele grote groep Nederlanders buiten te sluiten, namelijk Nederlandse moslims. Hoe kan zo'n man geloofwaardig de premier zijn van alle Nederlanders? Ik vraag aan de heer Wilders, dat kan toch niet? De heer Wilders. Dat sterker nog, dat gaan we doen. En ik ben ervan overtuigd dat ook heel veel moslims op de PV hebben gestemd. Ja, voorzitter, die pertinente leugen dat zoveel Nederlandse moslims op de PVV gestemd zouden hebben, die is al lang ontkracht door mensen die daar gewoon onderzoek naar doen. Als de heer Wilders regeringsverantwoordelijkheid wil dragen, dat hij terugneemt en excuses aanbiedt voor uitlatingen als kopvoddertax, die heel veel moslima's echt bang hebben gemaakt in Nederland. Voor uitlatingen als D66-rechters. Wat een rechtstreekse aanval is op de onafhankelijkheid van de rechtspraak. Een rechtspraak die zich niet zelf kan verdedigen. Dus ik vind dat als hij het meent dat hij een premier voor alle Nederlanders wil worden, dan moet hij al die uitspraken uit het verleden moet hij intrekken en zijn excuses voor aanbieden aan die Nederlanders die hij daarmee diep gekrenkt heeft. Uw punt is helder, heer Wilders. Ik hoor geen vraag, maar ik zal er toch op reageren. Dat ga ik allebei niet doen. Maar ik ga wel ervoor zorgen, en het gaat om wat we in de toekomst gaan doen, dat wij vanuit een nieuwe rol daar anders mee om zullen gaan. Dat vriendschapsspelletje wat u gekregen heeft van de heer Poetin, gaat dat dan ook opzij? Gaat u op deze manier ook afstand doen en de Nederlandse samenleving vertegenwoordigen en niet de vriendschapband met Rusland aanhalen? Meneer Wilders. Ik heb helemaal niet de ambitie om de vriendschapbanden met Rusland aan te halen. Wij hebben vanaf de dag, blij dat u die vraag stelt, goede vraag ook, kan ik er meteen op antwoorden. Wij hebben vanaf de dag dat Rusland Oekraïne binnenviel, Rusland als de agressor veroordeeld. Bedankt voor het kijken. En wil je meer video's zien van RTL Nieuws? Download dan onze app of ga naar www.rtlnieuws.nl.